De kinderen van Kindcentrum Willem-Eggert in Purmerend zien ze iedere dag. De herten van het hertenkamp hier leven pal tegenover de school. Iedereen gaat altijd de herten voeren. Ook als we buiten gaan spelen zie je de herten. Dan gaat iedereen gewoon naar de herten kijken. Het is gewoon geweldig. Het is ook leuk om ze te voeren. Soms komen ze ook naar je toe als je zien ze je en dan komen ze soort van naar je toe. Ik vind het wel gezellig of zo. Maar dit gaat dus ophouden. Vanaf 1 januari 2024 mogen er geen damherten meer worden gefokt in Nederland. Dat staat in de nieuwe huis- en hobbydierenlijst. Ik vind het eigenlijk echt vreselijk, want wat moeten we in het hertenkamp zonder de herten? Ja, dan is het niet echt meer een hertenkamp. Ze zijn er al zo lang. Iedereen op deze school kent ze wel. Op die nieuwe huis- en hobbydierenlijst staan 30 dieren die je nog wel als huisdier mag houden. De hond, de kat, de hamster en het konijn bijvoorbeeld. Maar ook de kameel en de waterbuffel. Andere dieren mogen niet meer worden gefokt en verdwijnen dus als huis- en hobbydier. Dat is omdat ze ziektes kunnen overbrengen, gevaarlijk zijn voor de mens of omdat het zielig is om ze in gevangenschap te houden. De Russische dwerghamster mag bijvoorbeeld niet meer. En ook de serval en het damhert niet. Deskundigen hebben gekeken naar welke dieren nog gehouden mogen worden als huisdier of in zo'n veldje zoals dit. Ja, en bij damherten die hier staan is het dus zo dat ze zeggen die kunnen gevaarlijk zijn voor mensen. Herten zijn geen kleine dieren. Ze hebben soms van die horentjes, dat kan gevaarlijk zijn. En ze zijn vluchtgevaarlijk. Wat betekent dat als ze de kans krijgen, ze er vandoor kunnen gaan? Dan snap ik het ook wel een beetje van als iemand het hek open doet en ze vlucht opeens de straat op. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen, ook voor hun, want dit is een weg, hier helemaal omheen. Ze kunnen aangereden worden. De minister die over natuur gaat, vindt nog iets belangrijk, waardoor hij de herten weg wil uit de hertenkampen. Eigenlijk horen herten niet in kampen thuis. Herten zijn wilde dieren, die horen eigenlijk door het bos te rennen, door de velden te rennen. En niet opgesloten worden in een hertenkamp, dat past er eigenlijk niet bij. En wij vinden dat het wel belangrijk is dat dieren wel moeten opgroeien en leven in een omgeving waar ze echt thuis horen. Het is wel stom eigenlijk, want het geeft toch wel sfeer, ja. En bijvoorbeeld schapen komen, die zitten hier ook, maar die komen ook niet echt hier naartoe, alleen de hertjes. Het is niet zo dat door de nieuwe regels de dieren weg moeten. De herten die er dus al zijn, mogen blijven. Maar doordat er niet meer mee gefokt mag worden, komen er geen nieuwe meer bij en zullen de hertenkampen dus verdwijnen.